Marcel Breuer neemt de cup in ontvangst. Heerenveen, winnaar van de KNVB-beker in het seizoen 2008-2009. Michel Breuer. Heerenveen nam alweer 4 jaar geleden afscheid van de verdediger die maar liefst 8 jaar en meer dan 200 duels in Heerenveen heeft gespeeld. De voormalige Supervries speelt sinds 2014 bij Sparta Rotterdam en promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie. Afgelopen weekend mocht Heerenveen aantreden tegen Sparta, maar dit werd helaas geen succes. Gewonnen van je oude liefde, Heerenveen. Gefeliciteerd. Ja, nou dankjewel. Hoe vond je de wedstrijd gaan? Ik vond dat Heerenveen die begon goed. Ik kwam ook snel op voorsprong, dus die hadden het begin wat beter voor elkaar. En ik denk dat wij het daarna goed georganiseerd hadden. Dat we snel de gelijkmaker maken. De 2-1 ook eigenlijk. Twee voorzetten die gaan er zomaar in. Dus dat zat niet tegen. Maar ik denk wel dat wij het vanaf dat moment onder controle hadden. Na de 2-1. Ja, dat Heerenveen er eigenlijk moeilijk doorheen kwam. Nou, het is wel een beetje bijzonder. Je krijgt wat meer aandacht vanuit Heerenveen, zeg maar, van Leeuwarden Courant en dat soort dingen. En tegen die oude club spelen is altijd wel bijzonder, alleen het is ook alweer zo'n tijd geleden. Dus de spelers op het veld, dus dat is allemaal veranderd. Dus er lopen geen jongens meer bij waar je zelf nog mee hebt gespeeld. Dus ja, dat is wel, als dat wel zo is, dan is het nog meer bijzonder. Maar ja, nu viel het wel mee. Dat Michel in Heerenveen nog steeds erg geliefd is, bleek wel uit het mooie gebaar van de 400 meegereisde Heerenveen supporters. Die riepen allemaal jou na. Ja, dat moet toch een leuk gevoel geven. Ja, klopt. Ook toen ik het veld opkwam met de warming-up. En toen we een rondje liepen naar de wedstrijd en kwam daar langs inderdaad ook. Dus dat zijn hartstikke leuke dingen. En dat waardeer ik zeer.